Jacques, jij hebt het uitgewerkt in een voorbeeld. Ja. We zijn hier in dit voorbeeld even uitgegaan van uh, man en vrouw... die in gemeenschap van goederen zijn uh, gehuwd. Um, in dit voorbeeld uh, gaan we uit dat een man overlijdt. Twee kinderen in beeld. Een Twee zoon, kinderen, en ja. Um, vermogen bestaat uit de woning met een WOZ-waarde van 850.000... en uh, geld op de bank, grootte van 50.000. Samen een totaalvermogen van 900.000... En bij de wettelijke verdeling is dat uh, zo dat de nalaatschap dan de helft bedraagt, omdat ze in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Dus de nalaatschap bedraagt 4,5 uh, ton. Uh, wettelijke verdeling betekent ook dat de levende, dus in dit geval de vrouw en kinderen, ieder een gelijk deel krijgt. Dus ieder krijgt een derde. De mevrouw krijgt 150.000. Je ziet dan ook gelijk dat mevrouw niks hoeft te betalen, omdat die een hele hoge vrijstelling heeft. Kinderen krijgen ook die 150, maar hebben een veel lagere vrijstelling van 23.000. En wat Martien net ook al aangaf in de sheets: dan betaal je 10% over 127.000 aan erfbelasting, 12.700 voor ieder kind. Dus samen meer dan 25.000 euro te betalen. Um, dit is de wettelijke verdeling. Um, en als je uh, door een testament op te stellen, kun je hiervan afwijken kun je uh, in dit geval ook de, bijvoorbeeld de vrijstelling van de vrouw beter benutten, zodat je uh, het te betalen belacht aan erfbelasting uh, kunt verminderen. Ja, dus nogmaals, doe je niets, dan geldt die wettelijke verdeling, dan is dit de consequentie zoals je ja. die in het beeld bracht. Ja. Dus de tip is heel duidelijk, maak een testament, laat een testament opmaken. Zeker, zeker. En als je het over testament hebt, dan zijn er in de praktijk heel veel verschillende testamenten. Uh, Langs levende testamenten wordt er wel genoemd, combinatietestament, vruchtbaar testament. Nou, er zijn heel veel testamenten, welk ieder voor een eigen doel, uh, afhankelijk van de situatie waarin iemand zich bevindt. Uh, maar het belangrijk is dat er een testament wordt gemaakt in deze situaties.